Aan de Beneluxhaven in Rotterdam Europoort is een nieuw passagiers- en vrachtstation voor de veerdienst over de Noordzee naar Hull, deze dagen officieel geopend door de heer Pieter van Vollenhoven. De ingebruikneming van de nieuwe accommodatie vond plaats op de dag waarop ook het eerste van twee nieuwe Jumbo-veerschepen, de Norrland, in de vaart werd gebracht. Het 153 meter lange schip dat 8 dekken telt, kan 1243 passagiers vervoeren. Zij vinden er een compleet winkelcentrum waar onder andere belastingvrije artikelen gekocht kunnen worden. Ook op een andere manier kan de reiziger zijn geld kwijt tijdens de 14 uur durende tocht over de Noordzee. Wie comfortabel slapen wil, vindt daartoe uitgebreide mogelijkheden in tal van hutten. En wie met wat minder genoegen wil nemen, kan in de passagierslounge op het zeedek een slaapstoel reserveren. Een zelfbedieningsrestaurant op het D-dek biedt plaats aan ongeveer 500 passagiers. Behalve 250 personenauto's kan dit type veerboot, dat tot de grootste van Europa behoort en dat 80 miljoen gulden kost, 90 vrachteenheden van gemiddeld 12 meter lengte vervoeren. De Norrland en het zusterschip North Star dat eind van dit jaar in de vaart komt, zullen een belangrijk aandeel hebben in het passagiers- en goederenverkeer dat zich sedert Engelands toetreding tot de EEG constant uitbreidt.